Zo. De Sixkill heeft gewonnen, die had de lijn doorgebeten. En toen zijn we maar. Even kijken. Toen zijn we maar. Wat ben je aan het doen, jongen? Toen zijn we even op rog gaan vissen, net voor zonsondergang. Ging dat nog? Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja, dat was even sneu, die kon hier niks aan doen. Die rog kreeg, of die, de haai kreeg de lijn te pakken. Ja, dan is dat zo gebeurd. Tjak, door. Nieuwe hengel. Dus nu zijn we op de rog gegaan. De omstandigheden waren niet ideaal. Oh, we gaan er vandoor, geloof ik. Een kracht, hè, die dingen. Zo, die zijn sterk, hè. Ja. Nooit verwacht. Dat vloeg ik. Dat is sterker dan een haai, hoor. Ja. Twee van die grote vleugels er al. Als ze daar een klap mee geven. Leuk gezicht, als checkie achter je hoor. Dat, ik heb thuis gezegd, ik moet roken. Oeh, dat wordt Photoshop. Je hebt hem van de bodem af trouwens. Je hebt hem van de bodem. Ja, en nou door blijven gaan. Kleine snelle bewegingen. Dat je hem omhoog houdt. Oh, daar gaat hij weer, daar gaat hij weer, daar gaat hij weer. Oeh, 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 oeh. Maar geluk dat je de kussen daar hebt liggen. Je zal het allemaal uit je rug moeten doen. Gaat hij helemaal naar de bodem terug? Ja. Ai. Hij ligt op de bodem. Nou, hij zwemt daar gewoon. Trekken, trekken. Kleine bewegen, kleine snelle bewegen. Niet te hoog. Anders zet je hem nog maar iets zwaarder, die ster. Iets naar voren eruit, ja. Blijf lachen, hè. Ja, en kleine snelle bewegingen. Win je? Ja. Oké, okay, kleine snelle bewegingen. Houd die kop omhoog. Hetzelfde als bij die Sixkill. Alleen hier moet je het zelf doen. Nou, Rom, je neemt die 20, 25 meter is geloof ik hier. Dat, snel draaien. Ja, en dan weer trekken. Snel draaien. Ja, doorgaan. En doorgaan. Hou hem omhoog. Goed zo, jongen. Toch makkelijk dat je al eerder gevist hebt, hè? Het is allemaal een beetje zwaarder, het materiaal. En de vissen een beetje groter, maar het systeem is hetzelfde. Stevig winkelpik, dit. Ja, het hele stevige. Dit is 80 pons. Maar met 130 pons draad erop. Dat is net andersom dus. Nee, die andere was ook 130 pons draad. 59 kilo en is 130 Engelse ponden. Oh. Alleen dit is nylon. Het andere was. Zo, jongens, wat de vissen. Ongelooflijk dat hier rond zwemt. De oceaan, hè. Maar niet verder vertellen, hè. Staat er toch niet op, hè? Die herkennen ze thuis. Dat maakt niet uit. Karpenvissers doen dat, hè? Ja. Geef jij een standje als er wat in beeld komt? Ja. Ja, hier komt in beeld. Oké. Okay. Nou, alleen de kraal, die is omhoog geschoven. Ja. Hou vast. Ja, jij weer. Probeer die kop omhoog te houden. Dus namelijk zonder weer raken. Ja. En één keer de lijn gehad, daar is hij. Oké, okay, hij was. Hij was. Even kijken wat daar rond zwemt. Ja, er is geen zon, hè. Wacht even, verder draaien kan je niet. Oh, wat een mooie vis. Een vlindertje. Wat een mooie vis. Hey. Voor overval, hè. Pak jij die lijn even, alsjeblieft. Nog korter. Kan je nu nog meer steken? Nee, had ik eigenlijk gisteren gesteken, maar heel kort. Hou vast. Eerste man te rog. Ja, vlinderrog. Vlinderrog. Eerste van dit jaar. Nou, dat is een beetje moeilijk. Het is geen groothoek. Even kijken, de blije visser, als ik zijn gezicht kan zien. Jasper. Nou, dat is gelukt. Dan gaan we onthaken. En dan kunnen we nog eventjes proberen. En dan zijn we klaar. Misschien tot ziens. Misschien tot een andere keer.